Ik ben bedvisser. Ik ben een allround visser. Ik vis op witvis, ik vis op roodvis. Dat doen we vooral als vinters. En ik vis vooral met dode uitvissen. Ja. Dit is het mysterieuze van wat zit er onder het water. En dan ook het een zijn met de natuur. We zijn aan het Koning Willem-Alexander kanaal in de buurt van Klazineveen. Het komt uit op het Scholderskanaal, het oude Scholderskanaal. Het is gemiddeld 1,80 meter diep. Weinig stroming, dus dat is wel gunstig als je wat statisch vist. Ik heb een hengel heb ik statisch op de bodem met een spiering, de andere heb ik zwevend. En dat gaat dan niet te hard voorbij, dus dat kan mooi rustig in een bepaalde zone blijven dobberen. Het kanaal is gegraven zo'n 4 jaar geleden. En de bedoeling van dit kanaal was om scheepvaart te bevorderen. Vooral pleziervaart tussen het Overijsselse en Groningen. Veel vis trekt vanuit de zijkanalen in dit gedeelte van de kanaal om te overwinteren. En waar witvis overwintert, daar trekt de roofvis ook op af. En zodoende zijn we hier aan het roofvissen vandaag. Als ik hier een uur niks vang, dan loop ik 20, 30 meter verder. En zo vis je eigenlijk zo'n kanaal een beetje af. Het is goed bereikbaar. Het is een vrij nieuw kanaal, dus het is een hele schone bodem nog. Weinig modder. Ja, en de omgeving is prachtig. Groningen en Drenthe heeft een hele grote verscheidenheid aan viswater. En je kunt vissen in kleine stroompjes. Waar je ook eigenlijk alle vissoorten wel vindt. Wateren als dit, dat is eigenlijk voor ieder vis wat wil, zeg maar. Karper is overal te vangen. Snoekbaars is overal te vangen. Snoek is vrijwel overal te vangen. Ik kan overal vissen wat ik wil. Af en toe eens een keer een uitstapje naar de IJssel of een andere rivier. Maar over het algemeen toch hier in de omgeving. Nou, Groningen-Drenthe is top. Een top locatie om te kunnen vissen. Prachtig.